Ik ben Bieke, Strand op Manta. Tweede seizoen voor ons. En dit seizoen hebben we besloten om mee te doen aan de grondstofjutters. Wij doen mee aan de grondstofjutters omdat we het heel belangrijk vinden om het strand schoon te houden. We merken ook dat heel veel mensen een steentje bij willen dragen. Die komen bij ons een tas halen en die willen graag helpen om het strand schoon te krijgen. Veel kinderen ook. Ja, het strand is onze achtertuin. Wij staan zelf op het strand. Kinderen spelen hier. Er zijn hartstikke veel dieren die hier gewoon leven. Het is gewoon de natuur. Het is belangrijk dat je dat schoonhoudt. Zoals heel veel strandtenten zijn wij ook bezig met verduurzaming. We hebben geen plastic meer, geen plastic rietjes meer, geen papiertjes om de koffiekoekjes, dat soort dingen. Dat zal over een paar jaar ook verplicht worden, dus waarom niet nu alvast? We werken ook met lokale leveranciers. Dus we hebben een lokale bakker waar we mee samenwerken. We hebben de kaart aangepast, dat we ook veel vegetarische keuzes hebben. Als mensen terugkomen met een volle tas, kunnen ze, meestal willen de kids gewoon een ijsje. Dat kunnen ze uitkiezen bij ons. Volwassenen kunnen kiezen voor een drankje of ook een ijsje. En die krijgen ze dan als beloning voor het jutten.